Johan Cruijff. Ik was toen trainer bij Sparta. En dan ging ik natuurlijk ook al scouten. Dat moet je ook een beetje in je zitten. Dat moet ook een beetje aangeboren zijn. Want inderdaad, ik heb het al eerder verteld, Jan, dacht ik. Op straatvoetbal, want je had vroeger niet zoveel clubvoetbal. Toen ik in de jaren 40, 45 zo'n jongen was, dan speelde je straat tegen straat. En waarom won mijn straat altijd? Pietje, die nam een kist appelen mee, of een zak appelen mee, die ging een paar straten verder goede spelertjes opsporen en die gooide ik in mijn straat. Ik kreeg een zakje appelen. Dus mijn straat won altijd. In wezen was ik toen al scout, ongemerkt. Dat had ik bij Sparta ook, ik was jeugdtrainer, ik trainde met het eerste elftal en ik ging altijd kijken naar wedstrijden. Ik kom ook een keer op Zeist, toen speelde, daar trainen ze al de jongens onder 15 jaar, onder 17 en onder 18. En dan zag ik het hoor, dat was ook een inspiratie voor mijn leven. Ik vergeet op de dag van gisteren dat ik de 14-jarige Johan Cruijff zag. Jezus, hé, wat een aanname van de bal toen al. De buitenkant, de binnenkant, de dribbles, de versnelling, de techniek, ongehoord. En ik hoorde die oude trainers die ook aan de kant stonden. Die stonden dan met de oude spelers te kijken. Hij hoort niks met een ventje, want hij had spillebeentjes. Dat was zo. En zei ze, als ze een beetje gaan waaien, breekt hij zijn benen. Er wordt nooit wat. Ik denk, ja, lul je allemaal, oude zak. Hè? Ik als jonge trainer zie, die wordt een wereldspeler. En bij Wiegel, bij Ajax, heb ik gezien, want ik ging dan speciaal, als ik bij Telstra trainer was, ging ik kijken naar de trainingen om Cruijff te zien trainen. Dus ja, die ding op de training, jongen, dat wil je niet meemaken. Zo goed. Maar ik zag ook, moet je sterker werden. En daar leerde ik ook weer als trainer later van, want die Michels, jullie hebben de Rieders Michels Award, Provisia Club, daar, de DVC, ja, ik heb ook de Rieders Michels Award, daar ben ik ook trots op, als trainer. Wat was het? Ja, bij Cruijff. Michels, die nam ze mee in een kraantje lek. Ik weet, ja, kraantje lek is ver weg, Vera weet het wel. Kraantje lek, dat is een heuvel van zand. Moet je die spelers van Ajax die heuvel met zand opbouwen? Ja, mensen spelen er op de nek, hè? Oh, en zweet te blazen. Al die gasten, die Cruijff, die zag de dijbenen dikker worden, hè? Dus die werd sterker en sterker. Dus Cruijff is altijd in mijn visie. En daar heb ik veel spelers lijf kunnen zien, man, die 82. Ik heb Pelé lijf zien spelen toen hij 17 was. Ging liftend, als jonge. Toen op de Sios ging ik liftend naar Zweden om Pelé te zien voetballen. Daar zag je ook wat, hè? Ik heb Maradona lijf gezien, Carinthia, geweldig voetbal. Maar in mijn visie is Cruijff nog altijd de beste voetballer ter wereld, altijd. Niet alleen de techniek, maar ook het karakter, ook het overzicht, ook de leider. Maar ik denk nog, ja, Cruijff, dan blijf ik aan de gang, hè? Ik speelde eens een wedstrijd, ik zag de wedstrijd van Cruijff tegen Telstra. En hij hield altijd toen nog een pressie, naar voren spelen. Hij ziet Hulsthof, stond er 2-0 voor tegen Telstra, was ik trainer. Ik zie Cruijff omdraaien, die zat in de aanval. Die had gezien dat Hulsthof niet aansloot. Hij draait zich om en speelde keihard niet die bal. Schoot de doel bij Telstra, hij schoot hem keihard terug naar Hulsthof. Zou hem niet eens aansluiten? Ik denk, dat is visie, hè? Dat is leiderschap. En dan was hij nog een hele jonge speler. Ik heb nog een jaar, maar ik ben trainer bij Telstra. En, ja, gek trainer was ik, man. Ik speel met Telstra. Matige ploeg hoor, toen de tijd. Ik moest in de Eredivisie zien te blijven. Maar ik verdomde het om te verdedigen. Ik wou altijd toch ook nog meer aanvallen. En ik ga naar Ajax toe. En Ajax had toen wereldelf met Cruijff, Nunninga, Johnny Rep, Neeskens. Ja, noem ze allemaal maar op. In de midden. En we spelen zondags
En ik wist, ik zou dus woensdags Europa Cup. Ik had het tegen nog heel lekker erin, de punt erin. Want ik weet zeker, als Ajax voorstaat, dan gaat de rem erop. Dan moeten wij een beetje gaan slopen. Een beetje tam-tam maken. Dan gaan we misschien, want Ajax kreeg in die tijd in de meer nooit never een goal tegen. Want die hadden ineens een keeper nodig. Want die hadden Stuyt bij mij weggehaald bij Telstar. Nou, die kon een pepernoot van bij Telstar. Maar die is gewoon wereldkampioen geworden met Ajax. Maar die kreeg geen bal. Dat was wel Heinz Kroket. Waarom? Ik had de bal laten verlossen. We spelen daar. Het is 2-0. En ik zie het zitten. Rini Spiegels. Dat lijkt het zo. 2-0. Dan hè. Ik spring gelijk het veld in. Hè. Ik zit de beuk erin, jongens. Ze gaan afremmen. Nu kunnen wij. En verdomme, op een gegeven moment. Die pakt 2-1. Kijken zonder mij, wat zijn het te schreeuwen, zegt hij daar. Ik zeg, ja, we gaan er bovenop. We gaan niet kalm aan doen. Hey, en Michels, dan ga je even zijn die dat spelen. 10 uur stond 4-1, hè. Rust. Michel komt nog aan. Dat is wel wat mooi zo, hè. Ik zeg, nee, we gaan de tweede helft nog een goaltje proberen te maken. Een goaltje voor mij is eervol op Ajax. En verdomme, we komen net na voor een 4-2. Die Kruijf, die zag mij staan schreeuwen daar aan de lijn, dat vond hij, ja, hij zei, waarom moet je nou trainen? Drop, storen. En Kruijf maakte kwaad, en die maakte nog 3-4 doelpunten, 9-2. 9-2. En ik kom thuis, en ik had een lach op mijn kop, hè. En we vragen, wat zijn er, iedereen belt, schandalen, 9-2. Ik zeg, ik heb zo'n plezier gehad vandaag. We hebben 2 keer gescoord op het grote Ajax. En ik heb mijn fenomeen Kruijf zo geweldig zien spelen. Hij maakte 3-4 goals. De ene mooier dan de andere. Mijn hart klopte, jongen. Ik had helemaal geen erg in die 9-2. En ik zei, jongens, goed gespeeld. Volgende week spelen we tegen, ik geloof, Cambuur, weet ik niet wat. Dan gaan we gewoon lekker winnen. Als je 2 keer kan scoren tegen Ajax, dan gaan we tegen de andere zeker 2 keer scoren. En die hebben geen Kruijf die er 9 bij ons inpeert. Maar is maandag in de krant, hè, met Piet afgebrand door de pers, hè. Naïef, tactisch dom, en je had tegen Ajax in. Ja, ik denk, krijg je allemaal de kleren, maar hè, ik was er gewoon hartstikke blij mee. Want ik had Kruijf in topvorm gezien. En dit is ook eigenlijk de liefhebber die altijd gebleven bent als voetballer. Hij heeft geen kinderen, dus hij heeft nog 1 doel. Om kansarme kinderen in Afrika kans te geven op mogelijk een profbestaan. Als dat niet lukt, dan hebben ze in ieder geval een goede opleiding. Dus Piet is al een aantal jaren bezig met de stichting, met een, zoals Piet het zegt, een academy, of een academie, waar die jongens van straat afhaalt, blote voetjes, die daar een opleiding krijgen tot profvoetballen. En dat kost geld, dus heel oneerbiedig zei ik, nou, je hebt goede vrienden, Abramovic. Die heeft nog een paar dollars. Nou, die kans is gewoon niet heel. Dat zijn Russen. Die zeggen ook helemaal 72 van die academische Rusland die ik bevoorraad met wat poen. Dus dat gaan die daar niet doen. Dus Piet stopt al zijn centjes. En wat hij met dit boek verdient, gaat allemaal naar die stichting. Vandaar dat een aantal die dit boek nog willen kopen straks, gewoon hier direct na afloop, binnen 5 minuten dat boek kunnen kopen. Normaal kost het in de winkel 19,75. Wij sponsoren Piet ook. Elke keer als hij zo'n bijeenkomst houdt, dan doen we een behoorlijke duit in het zakje. Nou, dat doen we landelijk bij 5 bijeenkomsten, van Noord tot en met Zuid. Maar geef maar even een korte toelichting, Piet. En dat is echt de laatste keer dat ik de microfoon krijg voor jouw stichting. Ik had ook zonder telefoon, hè? Zonder microfoon. Ja, dat is uit mijn hart gegrepen. Hè? En Vera komt natuurlijk ook uit Zuid-Afrika, je hebt ook die armoede meegemaakt. Kinderen die willen zo graag voetballen. En ze barsten van talent. Want ze hebben niks anders. Op blote pootjes zie ik ze op de straat in Ghana dan. Omdat ik een voetbalzoon heb, Kotwin Atram, die ik vroeger 16 jaar bij PSV gebracht heb. Die ben ik altijd blijven volgen. Hij, mij, is eigenlijk mijn voetbalzoon. En zijn spaargeld en mijn spaargeld leggen we allemaal in een mooie academie. Daar doen we de jongetjes in, dan kunnen ze school krijgen.
Drie keer op een dag gaan ze trainen. 'S Morgens doen ze techniektraining 7 uur. Dan gaan de kleintjes naar school. Om 11:30 is er een training. Dan gaan ze weer naar school. Ze gaan om 5 uur een teamtraining doen. En al die jochies, die hebben het nu gedaan in die academie. Die zijn zo blij, zo trots. Maar waar ze zegt, zondags maken ze naar huis. Nou, gisteren was ik naar Chelsea aan het kijken, ik was ook zo blij. En die jongens steeds maar appen. We zitten in de academie ook naar de Blues te kijken, naar Chelsea te kijken. Die verdommen het om naar huis te gaan, want thuis hebben ze geen bed, slapen ze ergens onder een bank op de vloer. Of ze krijgen pakken ze zo de mieter van de vader. Hè, of de moeder, die kijkt niet naar zo'n. En die zijn zo gelukkig in die academie. En die kunnen zo goed voetballen. Maar zonder de inbreng die ik nu ga geven, komen ze natuurlijk nergens. En ik heb al een team, dat heb al gespeeld op de Next Gen in Amsterdam. Ik hoop daar de zomer weer te komen. En we hebben zelf daar al met mijn team 1-1 gespeeld onder 19 tegen Barcelona. Dus de jongens zijn aan het groeien. Maar ik ga er steeds meer van 9 heb ik er tot 12, een peloton van de straat, namelijk onder 15, onder 17 en onder 19. En als dit boek koopt, dan is dat echt ook nog leuk te lezen, want dat boek is geschreven door, opgezet door Bert Nederhof, in mijn visie een van de oudere, maar een van de betere voetbaljournalisten, vroeger was het bij de VI, heeft het fantastisch weergegeven, berichten over alle spelers die ik daar niet ontdekt heb, maar enkel ontdek je, maar de meeste scout je, maar anderen zien het ook, je ziet het niet alleen. Ik ben zelf geen lezer, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb het eigen boek in één nacht uitgelezen. Nou, dat moet een verdomd goed boek zijn. Ik zou zeggen, als je het leest, heb je plezier van het lezen en je doet, je steunt een verdomd goed doel, want je helpt strontarme kinderen van de straat om een toekomst in het voetbal, waar wij toch allemaal van leven. En dat vind ik eigenlijk wel een mooie geste, dat de Kalstijk van de voorzitter is er ook, Arnold. Ja, bedankt voor de geste dat jullie gezegd hebben, jullie zagen een keer bij Rotterdam een verhaaltje doen. En je gaat dat nooit doen bij de VVOE. En vroeger deed ik altijd zelf trainingen geven bij de VVOE. Als jonge trainer hebben zij me weer teruggehaald op het oude nest. En ik deed het vroeger heel graag. Ik was altijd prominent lid van de VVOE. Dat heb ik jarenlang door die internationale scouting niet meer gedaan. En ik voel me weer gelukkig tussen de trainers van de jeugd en van de amateurs. En ik ben blij dat jullie dat gedaan hebben. Dank daarvoor. En ook heel veel dank voor jullie bijzondere, attente aanwezigheid. Want ik heb niemand in slaap zien sukkelen. Ik heb een lach op de gezichten gezien. En daar gaat het ook een beetje om. Niet alleen stuk oefenstof, wat je ook kan doornemen. Maar ook een beetje plezier erin. Dankjewel.